wil doen en dat gaan we dus ook doen. Heb je dat ook wel eens, dat je bestie alles wil doen wat zij wilt? Is natuurlijk helemaal niet leuk, want zo bepaalt zij alles. En ja, wat zou jij eraan doen? Bijvoorbeeld als zij zegt, laten we gaan tekenen. En jij hebt er echt totaal geen zin in. Dan zeg je gewoon, nou ja, maar prima, ja, ga jij maar tekenen. Maar dan ga ik liever even een filmpje kijken of zo. Als zij iets heel graag wil doen en ik misschien ook wel wat heel graag wil doen, wat we het een beetje gaan combineren of zo. Misschien kunnen jullie wel samen tot iets komen. Bijvoorbeeld jullie allebei leuk vinden. Bijvoorbeeld jij wil een film kijken en zij wil tekenen. Dan kunnen jullie een filmpje kijken over hoe je het kan tekenen. Hey. Natuurlijk moet je ook een keer iets doen wat je wat minder leuk vindt en wat jij juist je beste heel leuk vindt. Alleen hopelijk doet zij dan ook een keer wat jij leuk vindt. En als dat niet het geval is, dan zou ik het wel tegen haar zeggen. En hoe zou je dat dan tegen haar zeggen? Ik zou wel op een lieve manier zeggen dat ze niet helemaal het juiste doet. Natuurlijk vind jij het niet leuk, maar misschien heeft ze het niet door. En dan is het niet zo aardig om gelijk echt heel boos te zeggen. Je moet natuurlijk niet keihard in haar gezicht zeggen van stop gewoon, want je bent niet, je hoeft niet, oh je bent mijn moeder niet. Ja. En wat als ze niet luistert, wat zou je er dan aan doen? Ja, dan is het eigenlijk niet echt je vriendin, vind dat ik. Op zich wel want waar. Je moet wel dingen doen wat je allebei leuk vindt, want anders is het ook niet leuk voor jou. En als het wel zo bedoelt, dus als ze wel gewoon expres best wel commanderend is en gewoon gemeen en zo, ja, dan is het misschien wel beter. Ja, dan is het niet echt een echte vriendin, want vriendin haar rekening. En natuurlijk is uitpraten veel en veel beter. Want ruzie lost helemaal niks op. Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Heb je nog niet geabonneerd hieronder? Doe dat dan even. En heb je zelf nog een leuke tip? Dan kan je die natuurlijk altijd laten weten in de reacties. Doei! Doei!